Mevrouw Alan samim u hebt net een persconferentie gehouden over de wereldwijde vervolging van christenen. Was dat dan nodig? Dat is zeker nodig. Wat ons betreft wordt christenvervolging te weinig onder de aandacht gebracht. Een op de zeven christenen leven onder bedreiging. We spreken hier over 360 miljoen christenen wereldwijd die in feite bedreigd worden. Ja, u wil dat met Vlaams Belang dan natuurlijk op tafel leggen, maar wat stelt u dan voor qua oplossingen? Ja, we stellen uiteraard veel vragen in de Commissie Buitenlandse Zaken, in diverse parlementen, uh, brengen we het zo ook uh, aan de kaart. Nu, we willen ook vooral dat minister Labib bijvoorbeeld ook op internationaal niveau uh, deze grove schendingen van mensenrechten, deze grove christenvervolgingen, blijft internationaal ook uh, op de kaart zetten en het uh, bij de desbetreffende landen ook uh, onder de aandacht blijft brengen. Okay. Dank u wel, El Samin, Kamerlid Frans Belang.